Hey iedereen, het is hier TRC Live, Tom's Retro Corner. En vandaag gaan we het een beetje hebben over de wildernis. De rework dat ze hebben gedaan voor de bossen en toestanden en al. Daar gaan we het direct over hebben, maar we gaan het eerst over de ref cave hebben. Nu, je kent het allemaal, je staat chill refs te killen. Is het voor een beetje centjes voor de loot dat ze droppen? Is het voor de unieks voor je collection log zoals mij? Is het voor als je een Iron Man bent en je bent toevallig een crossbow of een Bigoras chain mace aan het hunten en zo, dat kan allemaal. Maar je kent het allemaal, je staat daar in welfare gear met misschien een rune crossbow. Als je een Iron Man bent, als je een main bent, zult je waarschijnlijk wel een wilderness weapon gewoon gekocht hebben van de Grand Exchange. Maar je kent het allemaal, je staat daar in Black D-Hide met een kooivroen gloves, echt welfare gear en zo. En dan komt er ineens iemand in max, echt zo full crystal armor, switch into full ancestral serp helm, toxic stuff, arcane, spirit shield, into Torva en fucking Asian God Sword, AGS, D-Cloud dingen. Of zelfs nog erger, de Corassi, maar daar gaan we het straks over hebben. Want dat gaat over de Wilderness Rework. Nu, het probleem is, jij riskt ongeveer qua gear misschien een 100k, misschien een 200k. Zij risken misschien 700, 800 mil. Dus ja, wie gaat er dan winnen? Ja, natuurlijk de mens met... Allee, ja, dat moet ik niet uitleggen, dat snap je zelf. En het probleem waarom dat die dat doen is gewoon heel simpel. In de ref cave heb je 100k entry fee. Dus je moet sowieso 100k betalen om daar binnen te geraken. Het ding is ook, die mensen krijgen die 100k dat u pikeert. Dat zit bij wilderness key loot en die krijgen dat. Plus, als je dan nog een keer een revenant wapen hebt, dan krijgen die mensen ook nog een keer al uw Revenant Ether. Dus dat is ook veel. Plus alle loot van de Revenants dat je kilt. Dat is wat rune dingen. Dat kan wat Dragon item zijn. Dragon Medhelm, Dragon Plateskirt en zo. Dat kan allemaal zo'n dingen zijn. Dus die pikeën een goede 500-600k. Gewoon eigenlijk voor iemand te pikeën dat op zich niet eens terugvecht. Want je weet perfect dat je geen kans maakt. Je weet dat je dit gaat verliezen. En dat is gewoon een feit. En ja, de wildernis is de wildernis. En je zou er niet op moeten bitchen. Maar ik snap gewoon niet wat het punt is. Als je een pikeer bent en je riskt dan eigenlijk gewoon max. En je gaat mensen in Black D-Hide en een koif lastigvallen. Daar snap ik niet veel aan. Maar ja, het is dan wat het is gewoon nu. Ik heb twee manieren om dat op te lossen. Jagex zegt altijd dat er te veel geld in de game komt. Te veel geld in Old School RuneScape wel. Dan kunnen ze misschien al eens beginnen met die 100k entry fee niet aan de pikeers te geven, maar gewoon uit de game te halen. Bijvoorbeeld als je de Wilderness Cave, de Revenant Cave eigenlijk, ingaat, dat je die 100k betaalt en dat die niet bij je loot key komt als je gepikeerd wordt. Wat bedoel ik daarmee? Is dat die gewoon 100k gewoon weg uit de game is. Dan is er weer al 100k minder in het spel en ik denk dat dat echt gewoon veel beter zou zijn. Dan krijgen de pikeers ook gewoon weer 100k minder om u te pikeën. En dan is het misschien nog minder de moeite om u gewoon lastig te komen vallen. Nu, wat je ook kunt doen is die Revenant wapens. De Vigoras Chain Mace of de Crow Crossbow. Je moet die altijd vullen eerst tot 1000. En dan alles wat je daar verder insteekt, dat zijn uw actual hits. Dus meestal steekt je daar ongeveer een 200 Revenant Ether, 2000 Revenant Ether in. En dan heb je 1000 hits. Eigenlijk, dat is hoe ik het toch persoonlijk doe. Maar het probleem is, op undead, dus als je doodgaat, als je dus gekild wordt door een pikeer, verliest je die Revenant Ether. En dat is eigenlijk ook gewoon het probleem. Als ze dat nu niet zouden doen, dan zou er nog minder reden zijn om lastiggevallen te worden door zo'n mensen in, laat ons eerlijk zijn, gewoon belachelijk unfair gear. Dat u probeert te pikeren voor uw 500-600k. Dat zal ik maar bedoelen. En eigenlijk is dat niet zo'n stom idee wat ik zeg. Want ik bedoel de toxic blowpipe. Je verliest ook uw darts en uw Zura skills niet als je doodgaat. Dus waarom zouden dan eigenlijk uw Revenant Adder wel zouden verliezen? Dat slaagde eigenlijk op niet veel. Nu, dat is eigenlijk...
een beetje het enige over de refcave dat ik te zeggen heb. Ik vind dat het niet goed ineen zit. Ik vind dat ze daar veel andere dingen mee kunnen doen. En ik hoop dat ze er in de toekomst iets aan veranderen. En niet alleen aan de PK'ers denken. Nu, met de Wilderness Rework zijn alle bosjes zoals Kalisto, Venenatis en Vetyon uit de game gehaald. Niet echt uit de game gehaald, maar ze zijn eigenlijk in een cave gestopt. En alle drie die bosses hebben ook gewoon een simpelere versie. Die simpelere versie dropt bijvoorbeeld ook de pet, de Dragon Pickaxes, Dragon Two-Hander Swords. En ze droppen twee nieuwe items. Elk van de drie dropt een unieke item van de Void Waker. Void Waker, dat is eigenlijk gewoon oldschool RuneScape's Corassi Sword 2.0. Echt waar, het is net hetzelfde als een Corassi. Het is gewoon eigenlijk belachelijk. Dan voor de rest dropt hij nog iets anders. Die kleine bosses of de grotere bosses. Die droppen ook een item dat je dan zet op je crossbow, je Vigora's Chainmage of die scepter waar ik de naam niet van weet. Maar het is alleszins die Wilderness Scepter dat je ook krijgt van de Revenants. Dan worden die items gewoon sterker. Dat is eigenlijk gewoon het ding. Ja. Sorry, ik ben even mijn tel kwijt. Dus wat ik wil zeggen, je hebt de easy versies van de bosses, like als Kalisto heeft bijvoorbeeld RTO. En RTO dropt eigenlijk hetzelfde, die dropt ook een Void Waker item, dus dat Corassi, die dropt ook een Dragon Pickaxe, die dropt ook de Kalisto Cup. En die dropt ook de Kalisto's Claw of zoiets, ik weet het niet, dat is een item om op je Vigora's Chainmace te zetten en die wordt dan gewoon sterker, die Vigora's Chainmace. Die dropt eigenlijk hetzelfde, maar waarschijnlijk in een slechtere droprate. Want ja, waarom zouden de moeilijkere gaan killen als de easyere hetzelfde dropt? Dus dat maakt no sense. Dus sowieso dat die droprate anders zal zijn. De items zullen lastiger te krijgen zijn bij de easy bosses dan natuurlijk bij de moeilijkere bosses. Dat klinkt gewoon vrij logisch, als je het mij vraagt. Het enige verschil aan de easy bosses is dat dat plus 1 is. Dus wat bedoel ik daarmee? Stel dat je in die cave van RTO zit, de gemakkelijkere Kalisto zo gezegd, dan zit jij RTO aan het aanvallen en de plus 1 staat dan voor, er kan 1 iemand binnenkomen en die kan je dan attacken. De pikeer bijvoorbeeld. Dus dan heb je eigenlijk nog wel chance om weg te gaan. Als er iemand met een skull binnenkomt, dat is ook maar level 20 wildernis, 20, 21 wildernis dacht ik. Je kunt direct op je Royal Seedpot klikken, op je Glory. Zelf als het level 20 is, ik denk dat het level 20 is, kun je zelf je house step gebruiken en zo. Ring of Wealth en toestanden, dat gaat allemaal. Dus uiteindelijk, de kans dat je daar gepikeerd wordt, is vrij klein. Nu heb je dan natuurlijk ook de moeilijkere bosses, zoals Kalisto, Vetyon en Venom. Dat is waar ik de rest over had. Dat is niet zo, dat is niet plus 1, dat is gewoon multi. Dus als daar een clan binnenstuikt met 50 man, kunnen die je alle 50 aanvallen. En ik weet dat deze update gekomen is voor de PK'ers om de wildernis wat meer leven in te blazen. Maar ze moeten ook snappen dat er PVM'ers zijn dat gewoon de items willen, dat gewoon de collection log willen completen. En dat is niet zo leuk. Like als PK'ers en PVM'ers gaan altijd bitchen tegen elkaar. Altijd. Die komen gewoon niet goed overeen. Het is ook gewoon niet leuk als je stomweg Revenant staat te killen met je 200k inventory en gear. En dat er ineens iemand met 800 mil risk komt. Tuurlijk gaat het dood. Tuurlijk ga je dat verliezen. En dat is niet leuk en dat triggert mensen. Triggert dat mij? Ja, dat triggert mij echt enorm. Ik vind dat belachelijk. En ik snap gewoon echt legit de reden niet waarom dat je in godsnaam iemand met welfare gear, met Black Dehyde en een Coif en een Rune Crossbow zou pikeën als je max gear hebt. Echt, dat is gewoon één voor of die Revenant Ether, of die 100k dat je riskt, of dat klein beetje loot dat je hebt van de Revenants. Echt waar, no shit. Ik was gisteren nog bij de Revenants. Ik denk dat ik 10 of 15 Revenant Orcs gekild heb. En er was er alleen een in full max mage, full ancestral, Serp, Helm, Toxic Staff, Arcane Spirit. Ja, wat wilt je dat ik daaraan doe? Tuurlijk ga ik dood, man. Allee, ik bedoel, ik vecht niet eens terug, want het maakt niet uit. Je gaat dood. En dat is ook gewoon erg. Nu,
Het laatste waarover dat ik het eigenlijk nog wil hebben, is over de Corazi Sword, die Voidwaker. Dat ding is belachelijk unbalanced en het zorgt ervoor dat mensen met weinig switches, met weinig PK skills zal ik maar zeggen, ook gewoon kunnen PK'en. Want het ding is belachelijk, ook al is het niet goedkoop. Het ding kost 400 mil en het is wel vrij expensive naar wat het is. Bijvoorbeeld een Armadeel Godsword kost nog 10, 15 mil, een Corazi kost 400 mil. Dat is natuurlijk wel iets anders. Maar ik bedoel maar gewoon dat het echt enorm veel centen kost. En het is ook gewoon goed. Like als de wat gaat het daar tegen preën? Like als de gewone hit van de Corazi is melee. En die melee attack kan 38, 40 hitten en zo. Wat al belachelijk sterk is. Dat is al beter dan een Abyssal Whip of zo. En de special doet magic attack en kan tot in de 70 hitten. Dus wat gaat de preën? Of je krijgt met melee op je bakjes, of je krijgt gewoon met een magic spec op je bakjes. Nu, ik weet niet of dat ze het gaan nerven, maar ik hoop dat ze het gaan nerven. Want het is echt gewoon belachelijk om gewoon direct een 70 spec op je bakjes te krijgen. Dat is gewoon eigenlijk een accurate AGS dat je eigenlijk op je kloten krijgt. En dat vind ik echt gewoon belachelijk. Nu, hoe dat ik het zou fixen, is eigenlijk gewoon door Corazi spec, je kunt twee keer specken. Dat is lekker als een AGS of een BGS of Dragon Claws. Een Corazi spec of Voidwaker is 50% van je special dat je moet usen. Dus je kunt eigenlijk twee keer specialen, wat best wel goed is. Je kunt bijvoorbeeld Dragon Claws into Corazi gaan. Je kunt Corazi into AGS gaan. Dat Magic Melee is of Melee Magic. En weet je, er zijn heel veel dingen dat je gewoon kunt doen. Dus hoe dat ik het persoonlijk zou oplossen is, pak die spec, pak die dubbele spec weg. In plaats van 50%, laat dat 55%, 60%, misschien zelfs 65% van je special afnemen. Zodat je geen dubbele Corazi spec kunt doen, zodat je dat niet kunt combineren met een AGS of Dragon Claws ofzo. Want ik vind dat echt gewoon belachelijk OP voor wat het is zelf. Ik ben niet de enige dat vindt. Er zijn heel veel mensen dat vinden. En ik hoop echt waar terecht dat ze er iets aan veranderen. Want op dit moment is het gewoon niet leuk. Nu, voor de rest heb ik niet veel meer te zeggen. Dit was eigenlijk gewoon een beetje mijn opinie over de Revenant Caves en de Wilderness Rework en zo. En ja, weet je, ik weet dat ik hier een bitch op ga krijgen. Maar ik ga de comment sectie gewoon een keer open laten op YouTube. Weet je, ik bedoel, Wat ga je doen? Zelf al zijt je een pikeer en vind je mij een grote zaag omdat ik hier 10 à 15 minuten leg te zagen over de piqué-toestanden en zo in RuneScape. Je doet ermee wat je wilt. En dan zet je maar ook een boze comment, want die kan ik dan zeker niet verwijderen natuurlijk. Dus alleszins, ik bedank jullie allemaal om te kijken. Merci om er ook altijd te zijn op mijn Twitch. En ik zie jullie graag in de volgende YouTube aflevering. Wie weet over wat zal het dan gaan. Merci om te kijken en tot de volgende. Yo!